Dag huizenzoekers, welkom op de dijk waar het altijd waait. Een prachtig stukje Noord-Holland, Schermerhorn. Vroeger was dat het Schermereiland. Het was een hoopje veen vanuit het Beemstermeer en de Schermer. Later omdijkt en bebouwd voor vissers en walvisjagers. Maar we zijn vandaag op huizenjacht. Zien jullie die kerk daar? Daar gaan wij nu naartoe. Al die vissers vonden hun woonplaats helemaal het einde. Daarom kennen we hier ook het Noord, West en Oosteinde. Prachtige dorpsstraten, stuk voor stuk op een letterlijke steenworp afstand van vaarwater. En die dorpsstraten staan vol met pittoreske, leuke vrijstaande objecten. Zo ook nummer 15, waar wij vandaag een kijkje gaan nemen. Een historisch object. En als we binnenkomen worden we gelijk begroet door een tekening van het historische café De Vergulde Valk. Maar over die historie meer tijdens een bezichtiging. Als je de kamer binnenkomt voel je je gelijk welkom, want je kan zo aanschuiven. De woonruimte is een mooie grote open ruimte verdeeld in eetkamer, keuken en de tuingerichte woonkamer. We hebben hier een prachtige knusse zithoek en wat die nou zo gezellig maakt, dat zijn de historische details, zoals zo'n massieve eikenvloer en een glas- en loodramen. Je kunt hier ook prachtig genieten van uitzicht op de tuin. Die eikenhouten vloer trouwens ligt op een geïsoleerde betonvloer. Dat is natuurlijk na de bouw gebeurd, net als de bouw van deze garage. En als je denkt dat de tuin hier ophoudt, hebben we hier nog een heel plantsoen over. Vanaf hier hebben we ook mooi uitzicht op het balkon van de slaapkamer. Want boven hebben we twee slaapkamers en een grote luxe badkamer. En daar gaan we nog even een kijkje, dan zie ik jullie zo. Niet alleen het Oosteinde, maar ook het einde van uw zoektocht. Dat kan alleen bij Tromp.